Welkom bij deze video over SketchUp. Er zijn om in te loggen twee manieren. Je logt op een traditionele manier in met een wachtwoord en een gebruikersnaam, wel je mailadres, of met een authenticator app, dan wel een code die je op je telefoon verschijnt. Hoe zet je dat aan en hoe zet je dat uit? We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon kijken in deze video hoe dat werkt. Ik heb een account aangemaakt, @trompet, prachtig. Daar staan geen producten aan. En ik ben hier nu op de pagina myaccount.trimble.com. Hier staan vaak ook je SketchUp producten benoemd of een trial of iets anders. Dan kan ik hier klikken op Edit Profile. En dan kom je terecht op myprofile.trimble.com. Dat is deze pagina. Dan ik zeg, nou, wie ben ik? Kan ik mijn naam veranderen? Wat zijn mijn taalvoorkeuren? En hier staat de MFE, de meervoudige verificatie. Als ik die aanvink, dan zeg ik, nou weet je, vul maar in. Prima. Dan moet ik dit scannen met mijn telefoon. Dus ga ik even kijken of dit iets wil doen. Zo. En dan heeft hij nu een verificatiecode. Ga ik eens even kijken. Verzenden. Dan zegt hij, nou, wil je dat inschakelen? Prima, alles is geverifieerd. Nou heb ik het ingeschakeld en nou werkt hij. Dus als ik nu opnieuw wil inloggen, laat ik eens even eruit gaan. Zo, afmelden. Dan vraagt hij me niet meer om een wachtwoord. Kijk maar. Oh, en nou vraagt hij mij dus wel om een wachtwoord. Nou, wat moet ik dan doen? Dan ga ik weer naar mijn telefoon. Naar mijn wachtwoorden. En dan zoek ik mijn Trimble ding op. Zo. En dan krijg ik een code, die is een paar seconden geldig. Die moet ik nu invoeren. 5, 1, 9, 4, 6, 3. Verzenden. En dan gaat die open. En dan zie je dus hier dat die twee multifactor, weet ik veel, aanstaat. En hier zie je ook dat die code in- en uitgeschakeld is. Nou moet hij weer uit, want ik vind het vervelend. Ik ga hem lekker uitzetten. En dan zegt hij, nou oké, dat mag. Dan moet ik ook mijn wachtwoord invoeren. En dan moet ik weer zo'n verificatiecode doen. Dat ding is 14 seconden geldig. Even kijken, 2, 7, 3. Verzenden. Ja, uitschakelen. Ja, vanaf dit moment is mijn telefoon niet meer nodig en hoef ik alleen maar mijn gebruikersnaam en mijn wachtwoord in te voeren. Zo, nou, dat was een avontuur, maar het is voorbij. Veel succes met deze video. Ik maak momenteel gebruik gewoon van mijn wachtwoorden app, van mijn iPhone. Het kan ook zijn dat je een andere applicatie aan hebt staan. Er zijn er verschillende. Advies is, als er meer mensen, tenminste of als je bedrijfsmatig er gebruik van maakt en je gebruikt je privételefoon hiervoor, zet die authenticator dan uit. Tenminste, zorg dat meervoudige verificatie uitgeschakeld is. Want stel dat je dan van taak verandert binnen het bedrijf, je moet hem overhevelen naar iemand anders, dan loop je niet tegen dit soort dingen aan dat je met telefoons moet gaan zeuren. Vind je het heel fijn? Dan moet je dat natuurlijk lekker doen. Het is maar een advies. Ik wens je een fijne dag en dankjewel voor het kijken. Doeg!